Wanneer je water onder stroom zet, iets wat je thuis echt nooit zelf mag doen, want het is erg gevaarlijk, dan vindt er een scheikundige reactie plaats die we elektrolyse noemen. Bij een elektrolyse worden de waterstofdeeltjes in het water gescheiden van de zuurstofdeeltjes. De vrijgekomen waterstofdeeltjes vormen dan een onschadelijk gas. En als je daar later dan weer zuurstof aan toevoegt, komt er heel veel energie vrij. Genoeg om bijvoorbeeld een auto te laten rijden.